Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Hexit. Zoals jullie zien, het is nacht en ik heb dit zwaard in mijn handen die ik niet in mijn handen had gisteren. Ik zag in de reactie staan van je kan ermee teleporteren. Ik dacht van even proberen. Maar je kan ermee teleporteren, dat klopt, als ik zo doe. Maar dit is niet echt chill. What the fuck, ik ga gewoon dwars door muren heen joh. Oh, dat is wel cool. Maar er zijn in ieder geval ook nog heel veel reacties achtergelaten over... Dat er dus nog een double chest achter de troon zat van de koning ofzo, die ik niet heb gehad. Of dan moest ik in ieder geval nog gaan graven, dus dat gaan we eerst even doen. Jullie wel alvast even bedankt voor die likes en reacties die jullie hebben achter hebben gelaten natuurlijk. Het gaat echt een mail. Dus nou dat dus. Maar goed, we gaan eerst even slapen in zijn bed weer van die koning. En dan gaan we kijken of er ook daadwerkelijk een double chest nog ergens achter een muur zit, wat veel mensen zeggen. Waar is zijn slaapkamer ook weer? Even zoeken hoor mensen, maar we vinden hem wel. Gewoon rustig blijven zoeken. Op zich best wel spooky in zo'n verlaten kasteel, weet je, waar ik gewoon een beetje in mijn eentje rondloop en gewoon op zoek ben naar een bed van een koning, zeg maar. En spooky. Niet? Okay. Dit is het ook niet. Hè? Wat was nou zijn bed dan? Nee, maar hier ben ik al geweest. Hapje cake. Ha, jam, 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 jam. Hier ben ik ook allemaal geweest. Nou, ik ben even zijn bed kwijt, mensen. Wacht, één moment. Het is wel heel slecht dat ik nu in één keer zijn bed kwijt ben. Wat de heck? Nou, hier is het sowieso niet, want nu ga ik alleen maar naar boven. Oké. Goede voorbereiding weer voor een video. Ja, nee, dankjewel. Dit vind ik ook altijd. Gisteren vond ik hem gewoon echt zo van, oh hier is die. En vandaag heb ik zoiets van, nou, ik weet niet zeker waar ik hem heb gelaten. Maar hij moet hier ergens zitten, dat weet ik wel. Ik kan ook niet verder naar beneden. Zit hij dan hier ergens? Nee, dit is hem ook niet. Nee, dit is hem ook niet. Wacht even, kijk. Dit begint er meer op te lijken. Oh. Even kijken. Juist, oké. En dan ergens hier, bij deze double chest, was dit nou hetgene wat ik niet had geloot? Wacht, ik moet heel even spieken hoor. Even kijken. De Duffy, in de kamer waar je stond was je nog niet geweest. Bij Ziba 55. Als je... ik heb leestiefers. Moet je als je voor je bed staat, bij het voeteneind een blokje naar rechts. Daardoor naar rechts minen, daar kom je uit in een kamer met 3 dragon eggs en chester. Pas op, het kan geen trap zijn, maar ik weet het niet zeker. Oké, dragon chaps, chest, traps, caps, eggs. Wacht, als ik hier sta, moet ik naar rechts. Dus ik moet nu... Oké, ik moet dus hier nu naartoe. Maar... Dit ziet er niet echt uit als... Dragon eggs. En... Dit ziet ook niet echt uit als dragon eggs. Ik weet niet of het hier überhaupt in zit in deze... of ging ik nou naar de verkeerde rechts nou? Oh, volgens mij niet, maar we kunnen ook voor de zekerheid nog... Nee, maar als ik nu naar rechts... Ja, misschien... Ja, nee. Voeteneind rechts. Als ik hier aan het voeteneind sta, moet ik naar rechts. Dus dat klopt dan niet. Het zit hier in ieder geval niet. Tenzij ik nu een stuk naar beneden ga minen, maar... Daar stond in ieder geval niks... Nee, kijk, zie je, dan val ik hier gewoon helemaal naar beneden. Volgens mij heeft het kasteel het gewoon niet. En zijn we eindelijk klaar bij dit kasteel, want ik kom hier keer op keer terug. Ik kan hierachter ook nog even spieken. Maar ik heb hier een hard hoofd in. Daarmee bedoel ik te zeggen dat ik er geen vertrouwen in heb dat we hier iets zullen vinden. Voor mij heb ik nou ook gewoon random gewoon de muur in aan het minen en... Nee, kijk, hier komen we gewoon weer aan de uitgang uit. Oh! Dus toch! Oké, dit is een... Is het een trap chest of niet? Ik kan niet zo goed zien. Nee, oké. Een goldblock en emerald. Oh, wacht, ik moet eerst even mijn backpack pakken. Goldblock en een emerald, dat valt me al tegen. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, we verwachten wat betere loot dan deze shizzle. Ik doe het zwaard er ook even in. En dit, oké, dat was het. Ja, ik wou zeggen, deze kan je niet eens minen. Dan gaan ze weg te payen. Ik vind het leuk dat we die axe hier hebben, maar die tp'en weg. Maar we hebben dus de geheime kamer gevonden.
Maar verder is hier vrij weinig te vinden. Wat we nog wel hebben gedaan is we gaan mag even gebruik maken van de koningse bed. En ondertussen wil ik dan nu toch nog even wat reacties gaan behandelen. Gewoon even lezen en gewoon met jullie doornemen. Want ik merk, volgens mij vinden jullie dat gewoon ook wel leuk. Als ik gewoon wat reacties van jullie doorlezen en wat dan ook. Dus ik dacht, weet je wat, dat gaan we gewoon even doen. Ondertussen gaan we even op dat dak staan daar. Oh, dat vind ik, want dat vind ik episch. Zo. Dit kasteel wel gekleerd namelijk. Ik scroll heel even door wat reacties heen en dan gaan we zo meteen verder. In die kamer, daar heb ik nou alles gehad. In het kasteel nog... Ik kan heel veel gaan over die kamer. Het wankersoort kan je best gebruiken als een soort shield. Maar niet sterker als je Diamond Giant Sword. Oké, okay, zou je het zeggen? Oké. Okay. Nee is fucking slecht. Oh, oké, okay, die zag ik niet bij wat fucking slecht is. Dat weet ik ook niet. Het kasteel is alleen een rare bug of zo door de helft gegaan. Oké, okay, dan weet je dat ook weer. Dat, ja, de bug wel meer in Minecraft af en toe. Oh. Rustig, staan blijven. Tip, cactus armor is heel slecht. Ja, dat weet ik. Het was ook puur voor de troll dat ik het aantrok. Het was echt puur voor de troll, dat ga ik niet aantrekken. dit gaat ook nog allemaal over die kamer. Kamer, nieuwe loot. Duffy, in de volgende aflevering wil je torens op je armor zetten. Niet doen. Als je armor wilt repareren, kost het extra levels. Rond de 25 levels per stuk. Oké, Nathan, bedankt voor de tip. Dan doe ik dat er niet op. Ga ook later op je skill helm respiration ofzo zetten. Dat genereert iets sneller. Goeie tip. Ga ik zeker meenemen om dat erop te zetten. Koningkamer. Ja, Walker Sword is net iets beter dan Diamond. Dus er is net wel en net niet. Net wel, net niet. Even kijken. Een tip voor een hexit build. Die heb ik gelezen. Ja, maar dat ga ik dus ook niet doen. Die king moest ik van achter aanvallen. Kreeg ik nog tips over. Fucking nice video. Je bent een baas. Bedankt. Maak beter een intro, heeft iedereen. Nou, ondertussen gaan we gewoon door, want ik geloof het allemaal wel. Een intro. Dat is mij vaak gevraagd of mensen een intro voor mij moesten maken of wat dan ook. Alleen, ik heb zoiets van, ja, een intro, oké. Okay. En dan, als ik een intro heb. Weet je, ik bedoel, mensen weten toch wie ik ben. Ik hoef niet per se een intro te hebben. Ik vind een intro altijd een beetje irritant. Zelfs als facecam. Ik kan serieus eraan erger aan een facecam. Kijk, als je een logo in beeld hebt staan, omdat je door iets gesponsord wordt, heb ik zoiets van, geen enkel probleem, weet je. Ik bedoel, dat vind ik goed, want je wordt gesponsord door iets, dus laat je dat in beeld. Maar een facecam, dan neem je gewoon een stuk van je gamezicht als het ware in. Dat is nu, rechts zie je nu de minimap. Stel nou dat er ook nog zo'n ding links zou zitten. Dan heb je dus gewoon twee stukken van je gamescherm, zeg maar, wat jullie dan zien, wordt gewoon ingepikt door iets wat, ja. Oh, wat dus helemaal niet chill is. Maar goed, wij gaan in ieder geval bezig nu met een nieuw kasteel. Ik zal ook trouwens nog reacties over een windstaf en alles. Ik heb alle soorten stafs gemaakt, dus daar hoef je geen reacties over achter te laten. Die zijn allemaal gemaakt. En dan moet je gewoon maar even afleveren, anders terug gaan kijken. Als je me niet gelooft. Oh, ik heb een lag spike. En ja, wij zijn hier nog niet geweest, zie ik nu. En ik ga dit keer wel gewoon een beetje meer de boel slopen, zeg maar. Om gewoon te kijken of ergens achter dingen zitten. Aangezien ik dus nu vaak doorkrijg dat ik dingen oversla of vergeet of wat dan ook. In een scroll of escape moet ik ook nog steeds een keer naar gaan kijken, maar dat vergeet ik steeds. Is hierboven nog iets? Nee, oké. Okay, nou hebben we dit ook gehad. Ben ik niet al in dit kasteel geweest, dat hier alles zo leeg is en rustig? Ik weet het niet. Doe een langere aflevering, please. Ik kan er wel 3 uur naar kijken. Ben ik gek in uw hoofd, dus zo, wa! Ja, als ik een aflevering van 3 uur ga maken... Nee. Nee, maar ik snap wat jullie bedoelen. Ik snap dat mensen langere afleveringen willen. Maar in mijn ogen heeft dat niet heel veel nut. Omdat je dan gewoon... Ja, nee. Ik verdeel liever over het bewijs van dan over 10 afleveringen dan over, over 1 aflevering van 3 uur. Mensen zullen er vast wel naar gaan... Oh yes, nog meer cactus! Yes! Mensen zullen er vast wel naar gaan kijken, maar... Nee. Sta ik op peaceful of zo dat hier geen mob zitten? Nee, ik sta gewoon op normal. Wacht even, mijn PC maakt vet voor lawaai. Wacht even. Op. Oh joh, er komt warme lucht uit, joh, niet normaal. Maar goed, ik heb ook een beetje schokkerend beeld, zoals jullie misschien wel meekrijgen. En volgens mij ben ik al in dit kasteel geweest. Oké, dit is wel heel erg nu op het moment. Volgens mij heb ik dit kasteel al gehad. Ik weet niet, maar er zijn hier helemaal geen mobs. Oké, mensen, zoals jullie nu zien, mijn beeld wordt steeds erger. Ik weet niet wat er op het moment aan de hand is. Ik hoop in ieder geval dat jullie het zien. Dus dat betekent dat ik ga afsluiten. Sorry dat het een hele korte aflevering is. Maar... Zo, mijn Sam slaat ook gewoon over. Ik weet niet wat er aan de hand... Oh, gaat het nou weer goed? Nou gaat het weer eventjes. Dit is niet goed. Dit is echt niet goed wat mijn PC aan de hand met die aan het doen is.
Ja, nou, we gaan maar gewoon doorkijken hoe het eraan toe gaat. Ik vind dat maar raar. Het wordt een hele rare aflevering zo. Maar goed, rare afleveringen horen er ook van bij. Tribal Helmet. Oh, wauw. Dat klinkt op zich best wel cool. Hallo, is hier ook nog iemand? Nee, helemaal niemand. Hier is ook dus een etensopslag, oké. Maar goed, we zijn dus dit keer dus nog niet geweest, want ik vind hier gewoon een tribal helmet. En dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dus dat is wel... Oeh, kijk, er zit hier toch nog iemand. Oh, ik heb geen arrows bij me. Oh. Kan je vliegen? Wee! Oh, ik zie hier ook weer een skull zitten. Dat betekent dat wij weer een leuke missie hebben om naar het westen te gaan graven. Nou, nu weet ik het natuurlijk. Dus nu kunnen we dat gewoon gaan doen. Oh, nog meer skull helmet. Wat? Tuurlijk, nu we het gewoon het gear hebben gemaakt, zeg maar, vinden we het gewoon allemaal. En allemaal van dat soort dingen. Tuurlijk. Dat is ook echt vrij logisch dit weer. Zit hier achter misschien iets? Even gewoon voor de zekerheid even checken nu tegenwoordig. Weet je, ik bedoel, ik maak nu gewoon overal een beetje zo de boel kapot. You never know tegenwoordig. Hij is ook gewoon maar niks en hier komen we. Oké. Nee, nou nu vinden we natuurlijk, we vinden nu gewoon allemaal goede gear en alles. Tuurlijk, dat is vrij logisch. Ik bedoel, hè, we hebben afleveringen lang erover gedaan. We zijn doodgegaan om spullen te vinden. En nu heeft het zoiets van, nou weet je wat. We gaan het gewoon nou in het chest spawnen. We zetten daar ook gewoon vast meteen een enchant op. Want ja, we hebben gezien om te trollen, weet je. Oké, dan gaan we, hebben deze kamer, dit is allemaal verder goed geloot, toch? Ja, oké. Dan gaan we deze kant op. Dan gaan wij naar beneden. En dan hebben we hier nog meer chesten met troepen. Als het goed is allemaal wel omsmelten, dat laat ik zitten. Nou, ik kan het omsmelten, ik weet niet eens wat ik ervan krijg. Iron kan ik omsmelten, daar kan ik omsmelten. De rest laat ik allemaal zitten. Voor de rest, ik schiet er allemaal niks meer op met de rest. Oh, wacht, we hebben hier weer zo'n koningsbed. Dat betekent dat hier ergens achter ook weer natuurlijk zo'n kamer zit met dingen. Voor mij is dat hier achter. Als ik goed ga graven nu, want er zit over die rare blok zo. Als het goed is, zit dan hier achter weer een... ja, kijk, hier zit weer zo'n kamer. Met golden apples. Dit zijn slechte golden apples en een waterstaf. Deze kan ik weer lekker niet minen. Die zijn weer weg. Hoppatee. Ja, ik begin nou een beetje de kastelen te kennen. Hè. Dan ja. Ben ik hier nog helemaal niet geweest? Het is hier ook donker. Hallo? Wat ben ik hier nou al Oh, nou liggen die eieren hier random verstopt, natuurlijk. Ik ben hier al geweest. Goed, wat wij dan nu nog gaan doen is onder het skelet gaan, of skull gaan graven. Dat is denk ik het enige wat we nu nog kunnen doen. Dus ik ga eventjes hier ergens, kan ik voor mij naar beneden? Hier kan ik naar beneden, ja. Oké, daar gaan we dan. Geronimo! Wom, oké. Skull, wil jij even weggaan? En dan moet ik als het goed is weer naar het westen minen. Dus ik ga hier zo meteen erin. Oké, dat is een silverfish. Oké, dan moeten we nou deze kant op gaan minen. Ga. Want hier, dit is er ook weer een, of niet? Ja hoor. Oké. Dan kom je vanzelf in die kamer weer terecht als het goed is. Ja, die gaat nog goed, denk ik. Of moeten we dan een verdieping hoger zitten? Nee, toch? Wacht, hier hebben we er weer een. Oh, ik was te snel. En ja, daar is er weer eentje. Hoppa. Er is er ook weer eentje. Hoppa. Daar is er ook weer eentje. Jongen. Hier hebben we er weer een. En daar hebben we de gang. Ah, kijk, we hebben de gang gevonden. Oké, we moeten nou voorzichtig zijn. Want dit kan aanstaan. Nee, is ook uit. Oké. Ook precies hetzelfde in. Hier hebben we ook weer een boek. En wat hebben we hierin zitten? Hexical diamonds en een golden sword. En nu slepen we alles gewoon lekker binnen, weet je. Gewoon de hexical diamonds slepen we binnen. We slepen de skull armor binnen. Of scale armor. Ach, weet ik hoe het heet, joh. Even zien. The next step is more dangerous. You have to sneak into the royal's bedroom inside the castle on top of the mountain. Dit hebben we al gedaan. Moet je nagaan dat we gewoon dit keer het gevaarlijke eerst hebben gedaan en dat we toen pas hier naartoe gingen. Goed, dit kasteel heeft ons weinig mobs bezorgd, maar veel spullen. Dat is wel zo. Ik weet niet of hier ook nog iets te vinden valt. Hallo?
Is er iemand? Mag ik even jullie spullen lenen? Oh, dat is een chest. Oh. Nee, dat laten we zitten. Daar heb ik helemaal niks aan. Nee, hier ben ik allemaal, hier, dit heb ik al voor mij al een keer geloot. Of voor mij gingen we hier toen de vorige keer dood ofzo. Was dat het niet? Hmm. Hier is in ieder geval nog wel een chest. Koekjes en een bed. Nee. Oké, mensen. Ja, niet zo heel veel bijzonders eigenlijk deze aflevering. Ik heb nog wel een aantal vragen natuurlijk voor jullie. De experts zullen het antwoord er al lang op weten. Of misschien al lang gegeven hebben. Gaan we hier uit dan. Zo. Oké. Want wij hebben... dit gekregen. Tribal Helmet. Is een Tribal Helmet, is dat beter dan Skill Armor? Of is het beter dan wat dan ook? Ik heb het namelijk nog nooit gezien. Ik zal ook eens kijken. Het staat hier als enige ook ertussen. Het maakt wel met een Hexical Diamond. Hmm. Dus ik weet niet of dat goed is of niet. Ik hoop dat iemand mij dat kan melden, zeg maar. Of achterlaten. Of dat goed is. Want ik wil het wel graag weten natuurlijk. Hier gaan we zes Hexical Diamonds. Nu komen ze binnen alsof het niks is. Maar goed, mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Hexit. Als je wat korter, ik weet niet hoe lang ik opneem. Als je wat korter is, sorry. Maar zoals jullie ook in het begin, hopelijk kun je dat terugzien in de opnames. Of kunnen jullie dat zien. Dat mijn PC gewoon echt aan het, oh wat doe ik nou, aan het laggen was. En hoe dat kan, I don't know. Misschien dat er te veel programma's openstaan. Misschien dat die gewoon te lang aanstaat, ik weet het niet. Goed. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken in deze aflevering van Hexit. Nogmaals, vergeet niet een like achter te laten. Vergeet niet gewoon tips achter te laten. Als ik ze niet in de video behandel, ik lees ze wel. En ik neem ze ook gewoon mee in de aflevering. En laat even van weten wat jullie ervan vinden als ik even elke aflevering gewoon een aantal doorneem. En wat kan ik dus met dat tribal head of weet ik hoe dat ding heet, boeien. Mensen, nogmaals, laat de vriendin een like achterlaten. Dan vind je op abonneren te klikken. En tot morgen.